Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor maandag 31 juli. Dit is een algemene reading, dus neem alleen datgene mee wat resoneert. We gaan weer kijken welke boodschap wij mogen ontvangen voor de eerste dag van de komende week, 31 juli. En ik ga beginnen met het orakel van de eenhoorns. Onder op het dek hebben we de kaart steun. Voor aankomende maandag vraag hulp, neem meer rust en koester jezelf. Vraag om hulp, neem meer rust, koester jezelf, is de boodschap van het universum, van de eenhoorns. Wat mogen we nog meer ontvangen voor aankomende maandag? 31 juli 2023, universum. Eenhoorns, wat is jullie boodschap voor aankomende maandag? Wat is de boodschap voor aankomende maandag? Wat mogen wij ontvangen? We hebben de kaart vrijheid. Een hele mooie kaart. Leef uitbundig en vrij. Kies voor je vrijheid. Eis je onafhankelijkheid op. Dus eis je onafhankelijkheid op. Kies voor je vrijheid. Leef uitbundig en vrij. En dan hebben we de engelenantwoorden. Dus jullie mogen nu weer een vraag in gedachten nemen. En onder op het dek, na het voorschudden voor aankomende maandag, hebben we niet het juiste moment. Dus wellicht is het op dit moment niet het juiste moment. Aangaande de vraag die je hebt. Herhaal je vraag, we gaan kijken wat voor antwoorden mogen we nog meer ontvangen. We hebben dus niet het juiste moment en we hebben binnen een paar weken. Dus heb nog een paar weken. Ik zeg binnen een paar weken, maar hier staat binnen een paar maanden. Dus heb nog even geduld. Kijk, en we hebben hier onder op het dek een nee zonder uitroepteken. Dus nee, maar. Nee, nu is niet het juiste moment. Binnen een paar maanden is het antwoord van de engelen op jullie vraag. Dus kijk hoe het resoneert. Onder op het dek na het voorschudden hebben we voor aankomende maandag een ridder van pentakels. Stier maar steenbok energie. Iemand die wil geven in een situatie of iemand die jou iets geeft. En het kan een geschenk zijn. Iets wat je fysiek tastbaar is. Dit kan ook een goed advies zijn. Dit kan ook je eigen energie zijn. Van langzaam stappen zetten. Prioriteiten stellen. Wat is echt belangrijk. Maar het kan ja, met de kaart steun, hulp. Dit kan iemand zijn die je hulp aanbiedt. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor aankomende maandag 31 juli 2023, universum? Wat is de belangrijke boodschap voor aankomende maandag? Wat is de belangrijkste boodschap voor aankomende maandag? Dank u wel, nog één kaart. Ja, dank u wel. Oh. Oh, we hebben er meteen drie. We hebben de schildknaap van Kelken. Het kan een boodschap zijn, iemand, ja, een hele openhartige energie, liefdevol. Het kan een kind, het kan staan voor een kind, maar het kan ook voor een bericht staan. Kijk, we hebben een kelke 4, iets wat je aangereikt wordt. Kansen, mogelijkheden, opties, hulp die je wellicht aangeboden wordt om balans te brengen in een situatie. En het kan zijn dat jij vraagt om hulp, maar het kan ook zo zijn dat je een boodschap krijgt van iemand die je hulp wil aanbieden. En dit brengt balans, gerechtigheid in een situatie. De vierde kaart is de dwaas. Dit heeft te maken met een nieuwe start. Dit heeft te maken met een risico nemen, in het diepe springen. En onder op het dek hebben we de kelken 5. Dit is een energie van vast blijven houden aan iets uit het verleden. Teleurstelling, pijn, verdriet. Kan ook te maken hebben met je down voelen, een depressie. Die dwaas die vloog er ondersteboven uit. Dus dit is iemand die een risico wil nemen. Het kan dus zo zijn dat er iemand komt met een aanbod. Iemand komt met een excuses wellicht met de schildknaap van Kelken. Om balans te brengen in een situatie. Om gerechtigheid aan een situatie te brengen. Maar jij hebt het gevoel dat je in het verleden wellicht ja, een dwaze beslissing gemaakt hebt. En je gaat niet de tweede keer dezelfde fout maken.
Dus we gaan het zien. Maar er is iemand die wil werken aan de situatie. Met de pentakels 8. Een situatie die, ja, een situatie van een gebroken hart, pijn, verdriet, teleurstelling. Ook met die kelken 5. En het kan zijn dat je je tijd nodig hebt om deze persoon, en dat hoeft niet per se in, ja, liefdesinteresse te zijn. Hier komt weer die schildknaap van kelken. Je kunt ook het gevoel hebben dat dit iemand is die wat inconsistent is, in zijn emoties ook op en neer gaat. Maar er komt een excuus. Dus iemand heeft ergens spijt van. Waarom ligt hier de kelken 5 onder op het dek? Dit kan ook jouw energie zijn. En als je door een moeilijke situatie gaat, heb ik het gevoel dat je inderdaad hulp zult krijgen. Waarom ligt hier de kelken 5? Het kan ook te maken hebben met iets wat je hebt willen manifesteren en wat niet van de grond is gekomen. Een wens die je hebt met de schildknaap van kelken. Waarom ligt hier de kelken 5? Maar dan is het niet het juiste moment. Nee, ik zag de wereldkaart. We hebben hier de magier, tweelingenergie. Iets nieuws creëren, iets manifesteren. Iemand die er alles voor doet, de controle neemt. Om zijn wens, zijn droom werkelijkheid te maken. Waarom ligt hier de kelken 5? En jij bent degene die controle heeft in deze situatie. We hebben hier kies voor je vrijheid. Kijk, het is waarde 2 in het hoofd zetten. Geen keuze kunnen maken. Iemand die in het verleden misschien spelletjes heeft gespeeld. Dit kan ook iemand zijn die trucjes heeft met de magier. Omdat die onder de kelken 5 ligt. De situatie was niet helder. Of iemand heeft dingen achtergehouden. En er komt nu communicatie. Waarom ligt hier de schildknaap van kelken? De schildknaap van kelken. Waarom ligt hier de schildknaap van kelken? Iemand is zijn moed bij elkaar aan het verzamelen om te communiceren. En ik heb het gevoel dat jullie terughoudend zijn. Je probeert diplomatiek te zijn. Oeh, en dan hebben we weer die koning van pentakels. En die kwam ook tijdens de weekreading naar voren. Waarin naar voren kwam dat je inderdaad afstand gaat nemen van die situatie. In de krachtkaart. Het verleden, de herinneringen die je hebt, de gebeurtenissen, dingen die er zijn voorgevallen. Die hebben al heel veel kracht van je gekost, heb ik het gevoel. Maar je bent hier doorheen gekomen. We hebben hier dus stier, maag, steenbok, leeuwenergie. En dan hebben we hier een conflict. Ja, een conflict wat te maken kan hebben met externe partijen. Dit kan een familielid zijn, een liefdesinteresse. Gewoon een connectie die je hebt, een vriendschap. Maar er, ja, men ligt niet op één lijn. Er is een soort van machtsstrijd met deze staven 5. Iemand kan zorgen voor conflict. Je kunt iemand zien als zijnde, ja, iemand die drama brengt. Als je dit herkent. Ja, deze persoon wil zijn kelk aanbieden met de kelken 4. Is bang voor een afwijzing. Maar kan jou ook in het verleden hebben afgewezen. Waardoor je op dit moment ook gefocust bent op andere dingen. Ik heb het gevoel dat jullie echt gefocust zijn op een bepaald doel wat je hebt. En het kan te maken hebben met je carrière. Je hebt een heel druk leven, heb ik het gevoel, met de kelken 4. Op die 3 kelken gefocust. Dus je bent op dit moment misschien nog niet echt gefocust op liefde. Of een relatie, als dit iemand is die, ja, een relatie zou willen aangaan. Waarom ligt hier de kelken 4? Kijk, niet het juiste moment, binnen een paar maanden. Kelken 4. Waarom ligt hier de kelken 4? En ben je zelf degene die actie wil gaan ondernemen, dan heb ik het gevoel dat een situatie eerst in balans moet komen. Alvorens
je het risico gaat nemen in de diepe gaat springen met die dwaaskade, omdat hij ook omgekeerd eruit kwam. We hebben hier het oordeel, ja, dit kan iemand zijn uit het verleden. Het oordeel heeft te maken met het verleden, de kelken 5 heeft te maken met het verleden. En dan hebben we hier de aas van zwaarden, communicatie, helderheid, een doorbraak, iemand die actie onderneemt, iemand die zijn kelk aanbiedt, iemand die vergeving wil, een tweede kans wil. En ik kan er niet anders van maken. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? De aas van zwaarden. Ik heb het gevoel dat jullie echt heel erg gefocust zijn op je financiële situatie. Stabiliteit voor jezelf creëren. Een bepaalde wens, een droom achterna gaan. Iets creëren. Iets creëren voor jezelf. Stabiliteit, ja. Met de aas van zwaarden hebben we hier de gerechtigheid, weegschaalenergie. We hebben de kelkenaas. We hebben de koningin van pentakels. En we hebben de staven 8. Zeker gaat er dus communicatie plaatsvinden. En deze persoon ziet jou als een match. En dit kwam ook zo letterlijk in de weekreading naar voren. Een koning en een koningin van pentakels. Dus dit kan iemand zijn die jou inderdaad ziet als de perfecte match. Iemand wil gerechtigheid brengen, balans brengen in een situatie. Iemand is eerlijk naar zichzelf en wil actie ondernemen. Heeft een beslissing genomen met de gerechtigheid kaart. Waarom ligt die gerechtigheid hier? Ja, en weer de schildknaap van kelken. Iemand heeft het gevoel, je verdient een excuus. Waarom ligt hier de staven 8? Ridder van zwaarden. Ridder van staven. Beide hele snelle energieën. En de koning van staven. Heel gepassioneerd, gedreven. Er kan in het verleden een gesprek hebben plaatsgevonden waarvan je echt denkt van, dit is echt een zware domper, een zware teleurstelling. Dit had ik niet verwacht. Iemand die niet nadacht over wat hij zei en het kan te maken hebben met het seksuele wat we terugzagen. Iemand die heel erg gefocust is. Iemand die constant, dat hele avontuurlijke passie. Heel veel vurige energie. Koning van staven, ramleeuw boogschutter. Ja, iemand mist je en dit is iemand waar je echt herinneringen mee hebt. Wie is die koning van staven? Pentakels 2. En de kelken 8. Dit is iemand die in het verleden ervoor gekozen heeft om de connectie te beëindigen, weg te lopen. Het gevoel had, dit maakt me niet gelukkig. En dat kan ook jij zijn. Iemand heeft je gejuggeld met een andere situatie of een andere persoon. Iemand was in en uit. Iemand die inderdaad impulsief reageert. Woorden heeft gebruikt die niet netjes zijn of respectloos. En met de pentakels 2. Ja, je heeft gejuggeld. En een van beiden is weggelopen van deze connectie. Waarom ligt hier de gerechtigheid? En die ligt er 2 keer. Waarom ligt hier de gerechtigheid? Waarom ligt hier de gerechtigheid? Waarom ligt hier de gerechtigheid? Aas van pentakels en de wereldkaart. Nieuw hoofdstuk beginnen. Samenkomen. Dit kan dus ook een familielid of een vriend of vriendin zijn die jou teleur heeft gesteld, die zijn excuses komt aanbieden. Met 2 keer de schildknaap van kelken.
Kan dus aankomende maandag zijn. Waarom ligt hier de aas van pentakels? Ja, iemand denkt terug aan mooie herinneringen. Iemand is nostalgisch, mist je. Soulmate energie. Waarom ligt hier de aas van pentakels? Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een teleurstelling waarmee je te maken hebt gehad. Je wil een keuze maken, kiezen voor iets anders, iets nieuws creëren. Maar er is iemand in je omgeving die je inderdaad een boodschap vanuit het hart geeft, een advies kan geven. Of er wordt een beslissing gemaakt, waardoor je inderdaad op dit moment nog niet die start kan maken met de dwaas, heb ik het gevoel. Of iets heeft vertraging opgelopen en er komt nu eindelijk helderheid, duidelijkheid, een beslissing die gemaakt wordt, waardoor je in het diepe kunt springen en die nieuwe start kunt beginnen, het nieuwe hoofdstuk kunt beginnen. En het kan ook te maken hebben met het omarmen van je innerlijke kind. Datgene doen wat je misschien van kind af aan al hebt willen doen, maar nooit de kans hebt gekregen. En het heeft te maken met allerlei situaties van teleurstelling, die vertraging hebben opgeleverd. En nu wordt je iets aangereikt vanuit het universum om inderdaad die start te kunnen maken. Waarom ligt hier de dwaas? En de dwaas is iemand die vrij is. Kies voor je vrijheid. Dit kan ook je eigen keuze zijn om je los te maken van iets. Waarom ligt hier de dwaas? Waarom ligt hier de dwaas? Een bepaalde beslissing die je maakt, die te maken heeft met een nieuwe start, de sprong wagen in het diepe, daar kan vertraging in komen. Daar kan een berichtgeving komen, waardoor je teleurgesteld zult zijn. En je weet niet wanneer je dan zult kunnen beginnen met iets. Maar het is niet het juiste moment. En op het moment dat er een afwijzing plaatsvindt met de kelken 4, een beslissing gemaakt wordt wat zorgt voor vertraging, dan is het een bescherming van het universum. Het is niet voor niets dat het nu niet kan, dat het nu niet doorgaat. En het kan met allerlei situaties te maken hebben. Het is niet voor niets. Het is omdat er iets beters op je wacht. En dit zal binnen een paar maanden tot uiting komen. En binnen een paar maanden zul je ook dat aha-moment krijgen van aha, dit is het waar ik eigenlijk echt op heb gewacht. Waarom ligt hier de dwaas? De toren. Ja, onverwachts. Er gaat iets onverwachts gebeuren, de toren. En je hebt het gevoel, mijn wereld stort in, iets schokkends. Wat te maken heeft met een keuze die er gemaakt wordt. En het kan dus ook plotseling een communicatie zijn van iemand waar je het niet van verwacht. Nog een kaart voor de dwaas. Ram-energie. Met de keizer, een vaderlijke energie. Maar dit kan ook te maken hebben met autoriteiten. Zoals ik zei, er kan een beslissing gemaakt worden met die gerechtigheid die we 2 keer zien. Een uitspraak volgen, een wettelijke uitspraak. Waardoor je nu nog geen stappen kan zetten. Waarom ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren? Waardoor je inderdaad geen helderheid hebt over wanneer kan ik dan beginnen? Wanneer kan ik starten? Wanneer kan ik mijn droom verwezenlijken? Waarom ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren? Nog een kaart van balans en controle. Dus je plan of datgene wat je voor ogen hebt ziet er ineens heel anders uit. Dit is een andere richting uitgaan. Dit is iemand die de controle neemt, een andere richting uitgaat. De moed bij elkaar moet rapen.
uitdagingen die er op je pad komen. Maar die je zult overwinnen. Er zullen nog wat uitdagingen zijn die je zult moeten overwinnen. Waarom ligt hier de toren? Of iemand wil met jou een nieuwe kans en de uitdaging aangaan. Iemand wil samenwerken met de pentakels 3. Voor sommigen heeft het te maken met een werksituatie. Het kan te maken hebben met je werk vanuit een andere locatie willen gaan doen. We hebben de pentakels 6. Pentakel 6 is iets wat je krijgt. Iemand die zijn waardering uitspreekt. Een beloning die je krijgt. Ja, en het kan zijn dus inderdaad verder gaan na een periode van teleurstelling. Dus het kan twee kanten opgaan. Pentakels 5 onder op het dek. De focus op datgene wat er mist, in de kou staan, iemand die je buitengesloten heeft, het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn. Maar met deze kaart, de pentakels 3, ga je de waardering krijgen. Dit heeft te maken met samenwerken aan een hoger doel, samen de uitdaging aangaan. En er kan een koning van of een keizer zijn. Er kan plotseling iets gebeuren, iets aan het licht komen, iets, een beslissing door iemand gemaakt worden, waardoor je de sprong in de diepe wil wagen. Maar het kan dus op een hele andere manier zijn als dat je zelf verwacht. Dus zoals je het voor ogen hebt, zo gaat het niet gaan. Er kan iets anders tussenkomen. Maar dit is inderdaad iets beters. Ja, dus dit is de energie die er doorkomt. En ik ben heel erg benieuwd bij wie het resoneert en ook hoe. Het resoneert, de kaarten die hier liggen. Dus laat het me zeker weten in de reacties. Mocht je een persoonlijke reading willen aanvragen, dat kan. Maar ik zit dan al vol voor de komende week. Dus dan wordt het na de vakantie vanaf 14 augustus zal ik weer persoonlijke readingen gaan inplannen. Dus iedereen die nu nog niet ingepland is, ja, het is vol helaas. Maar ik wens jullie een hele mooie maandag toe. En heel veel liefde en licht. Dag!